وبدوليو وبدوليو وفركوكتو انسى ايخو منسو اوكي وي وارد دروك مي بيسو Maar bij ons waren die slaven nog mensen. Op het moment dat ze op die boot gingen, waren het plotseling dieren. Daar werden ze ook als dieren aan elkaar vastgeketend. En waren ze verdoemd slaaf na slaaf, kind na kind. Kijk hier. Van al het volk der aard zijn de echte bosjesmannen het ruwst en het onbeschaafst. Dit volk in het woud verbannen valt vaak de dieren aan die het woest en vreed verslindt. En maakt de schakel uit die mens en dier verbindt. Dat heb ik niet geschreven met Paulo. Ja, je wist toen ook niet eens wat schrijven was. Wat is er opgefokt, jongen? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Kijk nog zo'n stront. Orangutang, gorilla, chimpansee, neger. Dat heb ik zeker ook getekend. Je wist niet eens wat een waskoontje was. Even normaal, jongen. Hoe bedoel je? Straks ga je me komen zeggen, net als die professor toen de tijd in Leiden, dat we vroeger in die slavenschepen evenveel ruimte hadden als jullie tegenwoordig in een jumbo jet. Zie het voor je. Zie het voor je. Goedemiddag, dames en heren. Welkom aan boord slavenschip 1602 van het WIC met als eindbestemming Paramaribo. De reis naar Suriname duurt ongeveer 8 tot 9 weken met een korte tussenstop op Curaçao van ongeveer 3 tot 4 jaar. Gezien de duur van de reis krijgt u 2 maaltijden, 1 vlak voor vertrek en eentje direct na aankomst. Het is verboden om tijdens de reis uw medepassagiers op te peuzelen. In het geval van een piratenaanval vragen we u rustig te blijven liggen totdat het schip helemaal gezonken is. In het geval van nood de uitgangen zijn... Oké, we gaan uitgangen. Sorry. We gaan even lekker recht liggen. Trek je kettingen even strak aan. Dan gaan we zo vertrekken. Toedeloe. Die straat ga je me straks komen vertellen. Ja, en dan moet ik me nu plotseling heel erg schuldig voelen. Alsof het mijn schuld was dat je toen een klote ticket had. Nou, weet je wat? Geef mij maar de schuld van al je ellende. Kom maar. Ik kan het hebben. Kom maar. Mea culpa. Mea maxima culpa. Zo goed. Of ik weet het nog beter gemaakt. Waarom geef je niet een Giro-nummer? Mag ik wat voor je over? Hè? Een beetje doekoe. Giro nummer. Stoor dat geld voor SOS Kinderdorpen, motherfucker. We hoeven niet zelf op te ruimen, toch? Je ruimt witte mensen op. Even mijn water drinken, mensen. Ik ben nog niet klaar. Blijf even zitten. Lekker is gratis. Gratis is echt beter. Les 2 van de inburgeringscursus. Even voor alle duidelijkheid, mensen. Ik ben niet boos of zo, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet boos. Nog niet. En ik wil ook niemand iets verwijten, want ik heb voorouders aan beide kanten van de zweep gehad. De ene was zweeper en de andere was zweepie. Dus wie kan ik verwijten? Maar het zijn die winties van me, die hebben issues. Echt waar. En het is niet prettig hoor. Steeds weer een andere stem die persoon, dat weer. Soms voel ik me net Winnie de Jong. Nou, dat is helemaal niet leuk. Ik heb bijna naakt in de panorama gestaan. Jullie waren vanavond niet gekomen, geloof me maar. Maar begrijpen jullie een beetje die vierstrijd in me? Ja, Jurgen of nee, Jurgen? Dank u wel. Nee, want die winties zijn net terroristen. Eentje probeert altijd over te nemen. Woep. Ik word er gek van. Maar, jullie waren erbij. Ik heb alles geprobeerd om het fort op een legale manier te betreden. Alles. Het is me niet gelukt. Ik heb al die winties in de strijd gegooid. Het is me niet gelukt. En als het legaal niet kan, dan moet het... Ja. Je hoort direct waar die Surinamers zitten. Ja. Ja, maar nee.
Weet je waarom ik dit zeg? Nederlanders reageren helemaal anders op deze vraag. Echt waar. Ik had laatst een Nederlander, die zat ongeveer waar u zit. Ik zeg, hé meneer, als het legaal niet kan, nou, dan moeten we het maar gedogen. Hele andere cultuur, hele andere cultuur.